Alle patiënten en personeelsleden van het Maastad ziekenhuis in Rotterdam zullen worden onderzocht op de aanwezigheid van de gevaarlijke Klebsiella bacterie. Die 7 maanden geleden werd ontdekt, maar pas vorige week werd gemeld. Dat heeft het ziekenhuis vanmiddag laten weten na overleg met het RIVM en de GGD. Het onderzoek zal vandaag nog starten. Vandaag overlegt aan het ziekenhuis met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, het RIVM, over de te nemen maatregelen om verdere uitbreiding van de bacterie te voorkomen. Afgesproken is rigoureuze maatregelen te nemen. De afspraak die we hebben gemaakt is dat wij vanaf vandaag alle patiënten die in het ziekenhuis zijn, die gaan we controleren op de aanwezigheid van die bacterie die we hier gevonden hebben. En wat we ook gaan doen, en dan beginnen we mee op de intensive care, dat we het personeel gaan controleren op de aanwezigheid van die bacterie. Dat is een flinke operatie. Ja, dat is een enorme operatie, maar het is ook een ernstig probleem. We willen heel graag weten wat we moeten doen en of we nog andere dingen moeten doen om ervoor te zorgen dat we in de toekomst geen verdere verspreiding hebben. Geluk bij een ongeluk is dat, voor zover nu bekend, geen uitbreiding van het aantal besmettingen heeft plaatsgevonden. Het grootste deel van de patiënt is naar huis en er is 1 patiënt bijgekomen waar we nader onderzoek naar doen of die nou die bacterie al bij zich droeg of dat die het in de loop van de tijd hier heeft gekregen. Alhoewel het ziekenhuis dus al 7 maanden van de besmetting op de hoogte is, maar tot vorige week niets melden, is afblazen van de verhuizing van Clara en het Zuiderziekenhuis 3 weken geleden naar het nieuwe gebouw in IJsselmonde nooit overwogen. Nee, om die reden hebben we nooit de gedachte gehad om de verhuizing af te blazen. Met name omdat we naar een veel betere locatie gaan waarbij we die verspreiding veel beter kunnen beheersen. Vandaag dus al wordt gestart met het grootschalige onderzoek naar de aanwezigheid van de gevaarlijke variant van de Klebsiella pneumoniae. En zal afhankelijk van de resultaten bekeken worden welke maatregelen al of niet verder nodig zijn. Het voormalig stoomschip Rotterdam is nog steeds een blok aan het been van wooncorporatie Woonbron. Dat blijkt uit de jaarrekening die vanmiddag is gepresenteerd. Woonbron sloot weliswaar af met een positief saldo van 37 miljoen, 2010. Maar wat blijkt, dat er nog steeds heel veel geld naar het SS Rotterdam gaat. In 2004 kocht Woonbron de Rotterdam nadat het schip al veel eigenaren had gehad. Het voormalig cruiseschip zou gesloopt worden. Woonbron wil dit veranderen in een drijvend horeca- en congrescentrum. Omdat het schip vol asbest zat, was een grote renovatie nodig. Door allerlei problemen liepen de saneringswerkzaamheden steeds verder uit en werd het project steeds duurder. Uiteindelijk heeft het opknappen van het SS Rotterdam 257 miljoen gekost. Veel meer dan eerst werd begroot. Op de redactie staat verslaggever Jan-Roelof Visser. Jan-Roelof, vandaag bleek dus uit de jaarrekening dat het niet goed gaat met het SS Rotterdam. Nee, het stoomschip levert eigenlijk veel minder geld op dan in eerste instantie werd verwacht. Het zou opengaan in 2009, dat werd uiteindelijk februari 2010. Nu zijn we ruim een jaar verder en worden de jaarrekeningen opgemaakt. En dan blijkt dat er veel minder bezoekers naar het schip zijn toegekomen. En dat is een flinke tegenvaller voor Woonbron, want ze verwachten veel opbrengsten binnen te halen. Ik denk dat het schip, en we hebben het over 40.000 vierkante meter met heel veel functionaliteiten, maar tegelijkertijd met een stuk historie, wat denk ik ook op de langere termijn bezocht zal gaan worden. Dus dat is allemaal onderbouwd en daar blijf ik vanuit een commercieel oogpunt absoluut in geloven, ja. Hij blijft erin geloven, maar waarom is het dan niet gelukt? Nou ja, kijk, dit is de oud-directeur. Ze hebben daar tal van verklaringen voor. Ze zeggen er is heel veel onzekerheid geweest over die openingsdatum. Dat werd steeds uitgesteld. Nou, dan hebben we de economische crisis. Mensen hebben minder geld en geven dat minder makkelijk uit. Dus dan zou dat ook een bezoek aan het stoomschip kunnen tegenhouden. Dan is er nog het imagoprobleem van het schip. En er is een wisseling in de directie. Nou, dat zijn tal van factoren, zo zegt de directie die er nu zit, van dat het geleid kan hebben tot minder bezoekers. Er moet natuurlijk heel wat gebeuren. Maar de directie is nu heel rigoureus. Die zegt, we moeten stoppen met dat schip. Wij moeten van die Rotterdam af. We houden ons absoluut bezig met het vuren van huizen en niet met het exploiteren van cruiseschepen. Het schip is nu aangekocht, gerestaureerd en het schip is betaald. Maar het schip hoort niet thuis bij een woningcorporatie. En wij willen dus, nu het schip goed geleid is en goed operationeel is, willen wij er ook afstand van gaan nemen door verkoop. En dat kon niet, dat was het 7 jaar geleden, worden geconcludeerd. Dat het eigenlijk helemaal niet bij een woningcorporatie past.
Ja, de tijd is echt anders geworden ten opzichte van 7 jaar geleden. Er is een financiële, een economische crisis. En ook is er in de politiek een veel duidelijker bepaling van waar corporaties voor zijn. En corporaties zijn vooral voor de volkshuisvesting, voor mensen in de wijken en voor mensen die het sociaal zwakker hebben. En daar hoort vanaf heden een schip niet meer bij. Ja, Roelof, de directie van Woonbron denkt dus dat het allemaal goed gaat komen? Nou ja, ze willen er vanaf. Kijk, er was al gezegd over 5 jaar moet sowieso 80% van de aandelen van dat schip weg zijn. Nu zeggen ze van dat schip willen we binnen 3 jaar verkocht hebben. Nou ja, je kan je afvragen, het is een economische crisis. Raak je dat schip zomaar kwijt als je ook al bekend maakt dat de bezoekersaantallen tegenvallen? Eén ding is duidelijk, ook Woonbron weet, het schip is een molenblok aan de nek. Dankjewel, Jan Roelof Visser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, wie niet weg is, is gezien en daarover ziet u straks veel meer. Het museum Fort aan den Hoek van Holland vreest voor het voortbestaan. De vrijwilligersorganisatie krijgt vanaf volgend jaar een huurverhoging van maar liefst 5200% opgelegd. En moet daardoor per jaar 135.000 euro gaan betalen. Het museum aan de Stationsweg in Hoek van Holland staat in de stijgers. Eigenaar, de gemeente Rotterdam, pakt flink uit met het groot onderhoud. Al vreest het museum nu dat die kosten in de huur worden doorberekend. Die lopen op tot 135.000 euro per jaar. Sponsoren heeft het museum niet, dus de toekomst ziet er onzeker uit. Ja, somber. Want we hebben nog geen sponsoren of een sponsor gevonden die zegt van joh, we willen de gemeente 135.000 euro gaan sponsoren. Want daar praat je dan natuurlijk over. Eigenaar van het kustverdedigingswerk uit de 19e eeuw is het ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. Zij hebben het museum voorgesteld op zoek te gaan naar een commerciële marktpartij om de kosten te drukken. Zou het kunnen? Nee. Een patatfrietkraan erbij, bed and breakfast? Nee. Nee, absoluut niet. Er komen zoveel dingen bij kijken. Die wat vindt u dan van dat voorstel? Wat ik van het voorstel vind. Nou, toen ze het voorstel gedaan hebben, hebben we er een beetje om gelachen. Inmiddels heeft het CDA aan de deelraad vragen gesteld over de forse huurverhoging. Maar het OBR laat weten niet anders te kunnen. 135.000 euro per jaar is kostendekkend. Het museum is nu in onderhandeling met het ontwikkelingsbedrijf. Dat weet ik niet wat ik ervan moet verwachten. De eerste gesprekken waren niet hoopvol. Maar de laatste die we gehad hebben is wel de deur op een kiertje gezet. Maar niet meer dan een kiertje. Een lift van een appartementencomplex moet wel eens vervangen worden, maar wat als de bewoners geen trappen kunnen lopen? Woningcorporatie Maasdelta had daar in Spijkenisse geen rekening mee gehouden. 3 weken lang zouden de bewoners hun flat niet uit kunnen omdat trappen lopen geen optie is. Het maakt niet uit hoe hoog je woont. Als je slecht ter been bent, ben je niets zonder lift. En in dat pakket zitten de bewoners van het appartementencomplex aan de Eikenlaan. De lift wordt vervangen en dat betekent 3 weken buiten werking. Een probleem niet alleen voor mevrouw De Vries. Ja, omdat je natuurlijk niet zo goed kan lopen. En velen met mij, want er zijn hier verschillende mensen die toch een probleem hebben. Wat lopen betreft, dus met de lift. Het grijpt mensen aan. Het grijpt mezelf ook heel erg aan. Ja. Voor mensen die niet uit de voeten kunnen, is het best een ramp. Er zitten verder nog meer mensen die met een rollator lopen en met alles en zo. Dat is echt een probleem. Dus we hebben ook meteen zeg maar, de liftontmanteling stopgezet. En dat betekent dat we gewoon gaan kijken van welke mensen niet mobiel zijn en daar een oplossing voor zoeken. Het was een inschattingsfout. Ja, kan je wel stellen zeg maar, van ons. Maar goed, van de andere kant, het is een gemengd complex. Je ziet hier dat een oplossing van het aanbrengen van een noodlift niet zo makkelijk is, omdat er galerijplaten voor zitten. Het is een dure oplossing. Er wonen ook particuliere eigenaren in, dus niet alleen huurders van Maasdelta. Dus dat betekent gewoon van, dat je dan erg veel problemen hebt qua kosten en dat je die ook moet verrekenen onder de eigenaren. Dus dat is een moeilijk verhaal. Dus vandaar dat wij proberen de kosten te drukken. Dus we zijn op zoek eigenlijk naar een wat creatievere oplossing. Misschien een hele sterke man die de dames zo de trap op en af tilt? Nou ja, die man die is bek af. Ja. Ja, daar kun je zo'n man ook niet aan doen, hè. Nou, mensen erin en eruit tillen, dat lijkt me geen optie. Maar misschien wel alsnog een nieuwe noodlift plaatsen. Of anders mensen elders huisvesten. Of medicijnen en eten brengen. Het begon als een grap, maar door het groot aantal enthousiaste deelnemers dreigt de recordpoging Verstoppertje spelen. In het Kralingse Bos in Rotterdam komend weekend een grote happening te worden. En daar worden de 3 organisatoren toch best zenuwachtig van. Ik ga even checken hoeveel we nu staan.
Er komen dagelijks mensen bij, maar ja. Het was in bizar, in het begin was het echt bizar. Toen was het was eigenlijk gewoon een spontaan plan. Want wij waren op zoek naar een wereldrecord die we konden verbreken. Ja. Waar we niet heel veel voor hoefden te doen. In de zin van, we hoefden niet een uur of zoveel dagen op een paal te gaan zitten. Want dat leek ons niks. Heerlijk. Toen zag ik dat verstoppertje. Toen was het eigenlijk meteen, dacht ik van, ja, dat lijkt me zo tof. Ja. Dat een beetje iets flashmob-achtigs. Ik dacht, ja, dat is volgens mij is het heel leuk om te doen. 1. Via Facebook riep het drietal op om mee te doen aan de recordpoging. 660 mensen hebben zich tot nu toe aangemeld. 300 zou al genoeg moeten zijn, want het oude record staat op 188. Of was het nou 189? 189 volgens mij. 188. 188. Want wij moeten er 100. Het doel was 189 deelnemers. 188. Ja. 30! Wie niet weg is, is gezien. Ik kom! Julius gaat iedereen buten en de meisjes houden zich bezig met de rest van de organisatie. Nog best een klus met al die mensen. Het was eerst een beetje zo van, ja, dat gaan we gewoon doen. Ja. En nu begint het wel echt te worden dat we denken van, oh ja, we moeten het nu echt gaan regelen. Inderdaad, hoe maken we iedereen zichtbaar en waar en hoe en wat. En dat is een beetje uit de hand gelopen grap. Maar wel, we gaan het nu wel echt serieus aanpakken dat het... Ja. Dat het echt wat wordt. Het enige dat nu nog ontbreekt is iemand van het Guinness Book of Records om het nieuwe record te erkennen. Maar of die gaat komen, dat is nog onzeker. Je hebt een wachttijd van 4 tot 6 weken. Nou, we hebben op 1 april hebben we het verzoek ingediend voor 11 juni. Dus ja, het zou op tijd moeten zijn, maar er komt gewoon geen reactie. En hoe we het ook proberen, het contact is een beetje lastig met Londen. Het is natuurlijk wel heel erg leuk, maar het zijn zoveel mensen zo super enthousiast dat het... Nou ja, misschien niet eens nodig is dat er ook echt iemand uit Londen komt overvliegen. Ja, en wie nog mee wil doen, kan zich aanstaande zaterdag om 1 uur 's middags melden bij het strand in het Kralingse Bos. Sportnieuws komt van Ardi den Hoed op de redactie. Ardi, de transfergeruchten rond Feyenoorder Jorginho Wijnaldum worden steeds hardnekkiger. Wat weet jij? Ja, we kunnen je melden dat de PSV zich officieel heeft gemeld voor Wijnaldum. Wij natuurlijk direct gebeld naar technisch manager Martin van Geel. Hij wil niet reageren omdat het verhaal naar buiten is gekomen zonder zijn medeweten. Hoe dan ook, FC Twente in de markt, PSV in de markt. En het verhaal gaat dat ook Everton geïnteresseerd is in Wijnaldum. De jonge middenvelder moet 7 miljoen euro kosten. Dat is een hoop geld voor iemand die nog een contract heeft voor 1 jaar. En er is nog meer gaande in de Kuip, want de officiële supportersvereniging van de club heeft het vertrouwen in de directie en de raad van commissarissen van Feyenoord opgezegd. Wat betekent dat? Dat hebben ze gedaan in een open brief. Als gevolg daarvan zijn 13 supportersites op zwart gegaan. Men wil zeg maar een statement maken dat men het niet eens is met het wanbeleid wat volgens hun in de afgelopen jaren in de Kuip is gevoerd. Ja, men zegt ook, we zijn er eigenlijk een beetje klaar mee met deze directie en deze raad van commissarissen. De tijd van compromissen, overleggen en poldermodellen, ja, die ligt achter ons. Het wordt tijd dat Feyenoord inziet dat de club alleen nog maar gerund kan worden door capabele mensen, wie dat dan ook zijn. Dan heel wat anders, want het Nederlands honkbalteam begint over 2 weken in Rotterdam aan het Worldport Tournament. Het toernooi waar wij altijd veel aandacht aan besteden, dit jaar ook weer? Ja. Dit jaar is het toernooi, 13e editie, wordt weer gehouden in het stadion van Neptunus en wij zenden WPT-TV uit. Als je nog even kijkt naar het affiche, natuurlijk het Nederlands team en dan de vaste spelers, hè, Cuba, Taiwan, Curaçao. Maar ook een opvallende naam op dat affiche, Duitsland. Niet echt een honkbalnatie, maar volgens de organisatie goed genoeg om een keer uit te nodigen. Extra stoeltjes voor het familiestadion aan de Rotterdamse Abraham van Stolkweg. De organisatie van het Worldport Tournament rekent ook dit jaar op veel toeschouwers. Onder andere uit Duitsland, want als technisch directeur van de Honkbalbond was het Robert Eenhoorn die adviseerde onze oosterburen eens uit te nodigen. Wie weet kunnen zij het topfavoriet Cuba lastig maken. Duitsland is wat dat betreft een land wat op het gebied van honkbal in opkomst is. We hebben daar natuurlijk erg veel gedaan de laatste tijd. En je ziet daar ook dat er in geïnvesteerd is. En op advies van Robert Eenhoorn is er gezegd van nou ja, laten we Duitsland erbij halen omdat het ook Europees wel van belang is. Om de sport een extra impuls te geven. Dus wat dat betreft hopen we ook dat met Duitsland, met de Amerikaanse coach die zij hebben, ja, dat zij misschien wel een van die outsiders zijn die verrassende uitslagen kunnen verzorgen. En dat waren de sportberichten voor nu. Meer sportnieuws straks na het nieuws en het uitgebreide weerbericht in Sportclub Rijnmond.
In het Isala Theater in Capelle aan de IJssel werd afgelopen vrijdag en zaterdag het Nationaal Kampioenschap Goochelen 2011 gehouden. Zaterdag waren de spotlights gericht op de categorieën Close-up, Gala en Goochelen voor kinderen. Verslaggever Suzanne Mulder volgde in die laatste categorie de strijd om de Berenprijs. Goochelen is ouderwets, wordt er tegen mij gezegd. Dat is leuk voor tussen de schuifdeuren. Nou, het Nationaal Goochelcongres in Capelle aan de IJssel moet ons overtuigen van het tegendeel. Met shows voor volwassenen en kinderen. Als ik ga douchen, dan vallen we ook alle kaarten en mijn haren zo in de balkjes. Die springen uit mijn onderbroek. Dus het is... Maar dat hoort erbij, hè? Dat is het leven. Oh, ik ben een beetje verkouden vandaag. Het ging goed, heel veel energie. Het enige vervelende is dat omdat het een wedstrijd is, dan staat er een grote rode lamp voor. En die rode lamp ging branden en dan duurt het te lang. Dus dan hoop ik dat ik nog meetel. Maar goed, ik heb in ieder geval een leuke optreden gehad. Dit konijntje kan ontzettend goed. Hou nou even, kijk naar het publiek. Ik geloof dat jij naar beneden moet voor, okay, voor de uitslag. Prima. Hey, succes hè. Dag. Hoppelij Jan, naar het toneel. Tot zo Jan. Nou, we gaan de prijsuitreiking. Gefeliciteerd! Ja, ontlading. Oh, ik heb een beetje... ik heb geen ADHD, maar als goochelaar wel. En als je in een zaal staat, de volwassenen vinden dat soms te druk, maar het gaat voor de kinderen. En die vonden het leuk. Dus dat is leuk. Gefeliciteerd! Doei! Dankjewel! Overal zit business achter natuurlijk, hè. Dat geldt ook voor die goocheltrucs. Hierboven worden ze gewoon verkocht, hè? Ik weet het helemaal niet. Klaveren koning. Klaveren koning. Hou het vast. Hier is namelijk een versperring. Je mag zelf een touwtje trekken. Je vermaakt de mensen en je verbaast ze. En het mooie is dat je ze even uit de dagelijkse sleur haalt. Waardoor de mensen weer even het gevoel hebben dat de wonderen bestaan op de wereld. En dat vind ik het mooie eraan. Propjes erin. Mijn assistent steekt het aan. Oké. Okay. Ook een beetje wiebelen. Alles klaar voor het schatje? Alles klaar, ja. Want stel je voor dat... Daar komt ie. Ja, het is leuk, alleen je hebt er niks aan. Ik ben liefhebber van goochelen waar ook een beetje humor bij zit, waar je ook nog een beetje om kunt lachen. Het is puur inspiratie en gewoon lekker kletsen met elkaar over de geheimen. En natuurlijk leuke acts zien van andere mensen. There's no business like show business, there's no business I know. Ik denk dat als goochelaar ook de kunst is om te genieten van de collega. Dat je niet overal het geheim van hoeft te weten, maar gewoon als het publiek ziet wat voor leuk entertainment op het podium gedaan worden en in kleine zaal ook. En dat je daar gewoon, zonder dat je alles hoeft te kennen, gewoon kan genieten. Dat meisje verdwijnen. Oké, nou let op. Dan doen we het één keer. Zo. Ja. Zit je lekker, Suzanne? Heerlijk. Oké. Okay. Okay. Doe je handen op je schoot. Ja, ik op drie. Oké. 1, 2, 3. En we hebben haar inmiddels als vermist opgegeven. Barry van der Schatten Olivier uit Noordwijk is uiteindelijk de winnaar geworden van de Grand Prix 2011 en de Henk Vermeijden Wisseltrofee. Hij is dus de beste goochelaar van Nederland en de grote winnaar. En dit was Rijnmond Nieuws. Veel plezier zometeen bij Sportclub Rijnmond. Meer nieuws vindt u op rijnmond.nl. Nog een heel prettige dag verder. Dag.